Ere Archiva Wax. Ik was eigenlijk aan het twijfelen om mijn haar in het grijs te wrijven, maar... Goedemorgen deze morgen en welkom terug bij een gloednieuwe vlog. Het is een tijdje geleden dat ik nog een vlog heb gemaakt, maar ik ben er terug helemaal. We zijn ondertussen donderdagochtend, 8 uur en 20 minuten of zo. En om 9 uur heb ik een afspraak. Dus ik ga gewoon razendsnel doorstappen om op tijd op mijn afspraak te zijn. Oké, mijn afspraak is gedaan. Ik had een afspraak met de Randstad, zoals jullie waarschijnlijk zagen in beeld. Nu ben ik onderweg naar het centrum van Gent, want eigenlijk zit ik nu in Sittamansberg en ben ik helemaal te voet gekomen. Maar niet erg, want ik wandel graag, zoals jullie waarschijnlijk al weten. En de afspraak met Randstad was eigenlijk vooral om de perfecte baan te vinden die ik graag zou willen doen. Maar daar ben ik eigenlijk al mee bezig om bij in de media te willen gaan werken. Dat is echt mijn doel. Want je moet eigenlijk vooral doen wat je graag doet en wat je voor de rest van je leven heel lang zou willen doen. Dus denk daaraan. Ik ben nu in de bevrijdingslaan en ik ben onderweg naar de kapper, want mijn haar is een beetje te lang, dus ik ga mijn haar even laten knippen. Ik zie jullie zo meteen terug. Zo, ik ben nu eindelijk terug thuis na een mooie knipbeurt hebben gehad. En ik ben eigenlijk ondertussen ook naar de winkel geweest om nieuwe wax te kopen. Ik heb mij speciale wax gekocht dat ik niet ken. Ere Archiva Wax voor wet en islak style. Dus zo een wet look te creëren. Dat is iets waar ik echt heel hard van hou, zo'n wet look. In mijn haar, in mijn model. Plus, mijn baardje is ook een beetje bijgewerkt, wat ik super cool vind. Turkse kappers daarentegen, en dat zijn de beste kappers die er maar zijn. Die zorgen voor alles. Zorgen dat alles symmetrisch in orde zit en zo. Sorry voor de Belgische kappers, jullie doen ook super goed werk. Maar bij de Turken is het toch iets meer afgewerkter, vind ik persoonlijk. En nu ga ik iets eten, want het is ondertussen. Ondertussen is het al 12 uur. Dus ik ga lekker iets maken om te eten, of ik hoef niets te maken. Ik ga gewoon een kommetje cornflakes eten. En ondertussen ga ik naar wat video's kijken voor ik straks van de middag zelf wat video's ga opnemen. Maar eerst en vooral, laten we gewoon eerst wat eten. Zo, ik heb gedaan met werken op mijn computer of mijn laptop. Ik heb wat video's geëdit en gemonteerd zodat ik die online kan zetten. Maar ook nog andere dingen heb ik gemonteerd die niet op YouTube komen, maar voor andere doeleinden zijn. En ik ben nu ondertussen naar een video aan het kijken op YouTube van Parker Wahlbeek, de filmmaker die tips en tricks geeft hoe je je eigen video's beter kunt maken en waar je het allemaal moet opletten om ze goed te maken. Dus en ik vind het super interessant, ik heb er al zelf heel wat uit geleerd. Zeker na mijn laatste vlog toe van de Gentse feesten heb ik een aantal editing skills van hem toegepast en om eerlijk te zijn, mijn video zag er wel veel beter uit dan dat ik het op mijn eigen manier zou editen. Een beetje water drinken, sabiet. Maar ik ga zo meteen naar het centrum gaan, want ik heb echt zin in McDonald's. Iets wat ik misschien niet erop zou doen, maar deze keer een uitzondering. Ik heb echt zin in. En als je zin hebt in iets, dan moet je daar gewoon naartoe gaan, achter gaan of gewoon doen. Dus ik ga dat ook gewoon doen, even naar de McDonald's gaan en lekker genieten. Ik heet wel McDonald's. Ik heb mijn iced tea wel meegenomen, aangezien dat die nog super vol was. Nu ben ik onderweg terug naar huis. Lekker wandelend, zoals altijd waarschijnlijk. Zoals jullie gewoon zijn natuurlijk. En daarnaast
Of daarna bedoel ik. Weet ik eigenlijk niet meteen wat ik ga doen, want het is ondertussen 6 uur. En dus ga ik misschien thuis nog wat video's bekijken. Maar eerst en vooral gewoon naar huis wandelen. Nog genieten van het mooie prachtig weer. Ik kan misschien ergens nog wat buiten zitten. En vooral genieten. En wat vinden jullie van mijn nieuw kapsel? Zou ik eigenlijk nog een keer kunnen vragen. Laat het me even weten via een reactie onder mijn video. Wat jullie van dit kapsel vinden. Ik was eigenlijk aan het twijfelen om mijn haar in het grijs te verven. Maar heb besloten om dat toch niet te doen. Of uit te stellen tot een andere keer vooral. En hier de Krook, het faamde, bekende, nieuwe bibliotheek in Gent. Eerlijk gezegd, ik vind dit gebouw eigenlijk niet zo mooi. Heel veel mensen vinden het wel mooi. Maar ieder zijn eigen smaak, zeker dan. En ik ga nu doorwandelen naar huis en genieten van dit prachtig weer. Zo, deze dag is voorbij. Ik lig lekker in mijn bed en ik ga ook deze vlog afsluiten. Vond je deze vlog leuk? Vergeet zeker geen blauw duimpje uit te brengen. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer je dan even door op het cirkeltje te klikken op het einde van de video. Of op de rode abonneerknop te klikken onder mijn video. En dan maak je mij enorm blij. Maar voor ik deze video helemaal afsluit, dan zeg ik ook altijd. Vergeet zeker niet, just be happy, be proud and be yourself. Love you, see you. Bye! Done.